En de eerste stand even aflezen, want ik ben half blind. Ah, ophalen van de PCB bij ons. Hey, goedemorgen. Dinsdagmorgen, dag 1 van de WOTS. En we hebben ons vandaag aangemeld als bezoeker via een gratis ticket via de site van Eurocircus. Dat kan je zelf ook nog doen als je de komende dagen langskomt. En we hebben daarbij ook aangeduid dat we de parrot als gadget wensen te verzamelen. Allerlei mensen slepen hier nog dingen naar binnen, dus het gaat zeker een spannende dag worden. We gaan nu als bezoeker naar binnen. Dat kunnen we doen vanaf 10 uur. En dan gaan we samen de parrot verzamelen, want er is een mooie loopkaart bij. En dan moeten we langs 6 tents en dan gaan we zien hoe dat gadget eruit ziet. Ik raad jullie aan, allemaal hetzelfde te doen. Met onze routekaart zijn we op weg naar Eurocircus, waar we de PCB afhalen. Ik heb hier een mooie parrot voor jou, waarmee je al kan je reis starten. Dat is mooi. Bij ons krijg je het eerste onderdeel, je vervolgt gewoon je route op de beurs. Je zal bij Wirt nog eens passeren om te programmeren. En op het einde van je route heb je een mooie sprekende parrot. Dankjewel. Ik zie dat onze volgende stand Schurter Electronics is. Schurter Electronics, wat doen jullie zoal? Wij zijn een Zwitsers familiebedrijf en wij maken voornamelijk elektronische componenten en input systems. En die maken we lokaal in Harderberg. En wij nodigen jullie allemaal graag uit op de stand, zodat we jullie van alles over kunnen vertellen. En dat is de reden dat we hier deze week zijn, uiteraard, op de World of Electronics. Ja, hartstikke fijn. Ja, leuk, wij hebben er zin in. Na 4 jaar. Wij ook, we gaan er samen het beste van maken. Ja, precies, precies. En je parrot? Weet je hoe je moet bevestigen? Nee? Nee? Ik ook niet. We zijn bij Meiser Electronics. En wat doet Meiser Electronics? Ja, wij zijn van Eurofins Meiser en wat wij doen is de foutanalyse en de betrouwbaarheidstest op microchips. Dus elke chip die overal zit in de waterkoker, in de portemonnee of in de telefoon, alles die moet gecheckt worden. En die moet gekwalificeerd worden, dat doen wij. En als mocht die tussen wel stuk gaan, dan kijken wij wat er aan de hand is en waarom die misgaat. Met andere woorden, we zijn hier allemaal op de World of Electronics en voornamelijk industriële elektronica. En deze jongens, die testen de betrouwbaarheid, zorgen voor de betrouwbaarheid. Dus als je bij hun langskomt, dan gaat uw ding lang mee. Zeker, zeker. Daar kunnen wij zeker voor zorgen. Daar staan jullie voor. Oké, en nu de gadget. Jullie zijn de volgende stap op het verzamelen van de gadget. En wat betreft de parrot hebben jullie ook het heel speciaal gedaan. Hè? Ja, jullie hebben de prototypes gedaan en wij hebben de serieproductie gedaan. Ja. Precies. Dus, partners in crime. Partners in crime, ja. Het was ook heel leuk om te doen. En er zaten dan wel hier en daar wat kleine dingetjes in. We lagen al een paar jaar op de plank natuurlijk, die componentjes en de printjes. Maar voor de rest, het is gered. We hebben het weer gered. Gezamenlijk met alle sponsoren. Arthur, ik heb al op verschillende plaatsen geweest, maar ik moet bij jou het USB-kabeltje halen. Maar dat lijkt me op zich niet zo spannend. Maar wat doet CN Road hier op de World of Electronics? Dat lijkt me veel spannender. Wij laten zien wat we in ons programma hebben aan test- en meetapparatuur. En dat is heel breed. Dus het lijkt een beetje een soort kleine shop, laat het zo zeggen. Maar elk apparatuur wat hier staat, heeft wat te maken met de WOTS, met World of Electronics. Dus wij leveren hier test- en meetapparatuur in de breedste zin van het woord. World of Electronics, wat doen jullie hier? Wij proberen een beetje te vertellen aan de mensen waar we goed in zijn. Hè. En, dat is, en waar is DKM goed in? Ontwikkelen van elektronica en alle software die erbij hoort, daar zijn we goed in. En dan ook nog een stuk productie daarvan. En DKM is, je hoort dat ongetwijfeld, een Belgisch bedrijf.
Belgisch bedrijf, maar we zijn ook onze vleugels aan het uitspreiden in Nederland en zelfs in Duitsland en in Frankrijk een beetje. Maar, dat mag gezegd worden, hè? Ja, dat is al stevig, hè? Ja, ja, ja. Johan, ik wens je nog veel succes voor de rest van de week. En nu gaan we even kijken wat jullie kunnen doen voor de Parrot. Dat is goed, doe maar. We hebben de Parrot. Wat doen we? Gewoon er tegenhouden. Ja. Slot 3 unlocked. Slot 4 unlocked. Voilà, de Parrot heeft gesproken. Helemaal goed. Dan wens ik jou er heel veel plezier mee met de Parrot. En Niels, laten we elkaar een goede beurs wensen. We gaan elkaar een hele goede beurs wensen. Heel veel plezier. Dankjewel. Leuk dat je even langs bent. Zo, we hebben inmiddels de gadget verzameld. We hebben hem helemaal geprogrammeerd. De papegaai die kan nu 4 gekke dingen zeggen. En we zijn vooral, en dat was het hoofddoel, bij veel interessante mensen langs geweest. Bezoeker, dat is namelijk het hoofddoel waarvoor je naar hier moet komen. The World of Electronics is een unieke kans voor de elektronica-ingenieur om te kijken welke partners er voor jou allemaal ter beschikking staan, welke nieuwe dingen er te zien zijn, welke oplossingen voor jouw problemen er te vinden zijn. FAI Industriële Elektronica organiseert dit onderdeel van de WOTS, de World of Electronics, speciaal voor jou. Niet thuis blijven zitten, gewoon naar hier komen. Leuk en leerrijk.